Hoe denk je dat Joeken gaat reageren? Verrast. Ja? Ik weet het niet zeker, maar nou, ik weet wel dat ze verrast gaat reageren, maar ik heb nog nooit zo'n verrassing bij haar gedaan, dus ik weet niet precies hoe het gaat. Nee. Er komen allerlei wensen bij ons binnen en zo ook de wens van Madelief voor haar vriendin Joeken. En Joeke kan deze verrassing wel gebruiken. Zij heeft namelijk ruim een jaar geleden een hersenbloeding gehad. Ik zocht Madelief op in alle vroegte bij haar thuis in Voorburg. Nou Madelief, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben niet echt een ochtendmens. Mm-hmm. Maar dat we hier zo vroeg zijn, dat heeft met jouw wens te maken, hè? Ja. Want jij wil namelijk Joeke verrassen. Ja, dat klopt. Want Joeke is een hele goede vriendin van jou, toch? Ja. Ze is heel aardig en ze staat eigenlijk altijd voor me klaar. Want ze zijn al sinds groep 1 vriendinnen. Dus ja, dat is best wel lang. En we hebben ook nooit echt lang ruzie. We staan gewoon altijd voor elkaar klaar. Waarom heb jij deze wens ingestuurd? Zij heeft niet afgelopen jaar, maar het jaar daarvoor, heeft zij een hersenbloeding gehad. Net voor haar verjaardag. Dus ze lag met haar verjaardag en kerst lag ze in het ziekenhuis. Het was op een donderdagavond gebeurd. En op vrijdag kwamen mijn vrienden helemaal in tranen naar mij toe gelopen. En toen zei een vriendin van mij dat ze een hersenbloeding had gehad. En ja, dat toen viel mijn wereld stil. En ze heeft ook op de intensive care gelegen. Hoe heb je Joeken daarin kunnen steunen? Niet te veel erover praten, maar ja, gewoon gezellig met haar praten. Hey, en nu wil je er op een leuke manier gaan verrassen. Ja. En nu heb ik gehoord dat ze ergens heel erg fan van is. Ja, ze is heel erg fan van panda's. En ze heeft echt alles van panda, panda, panda. Dus het plan is eigenlijk om iets met panda's te gaan doen, denk ik. Ja. Oké, dat heb ik goed. Joeken weet alleen nog van niets. Ja, dat klopt. Zullen we er gaan verrassen? Ja, dat is goed. Blijf bij mij, ga niet weg. Je bent de enige ringer. Vind je het spannend? Ja. Hoe denk je dat Joeken gaat reageren? Verrast. Ja? Ik weet het niet zeker, maar nou, ik weet wel dat ze verrast gaat reageren. Maar ik heb nog nooit zo'n verrassing bij haar gedaan. Dus ik weet niet precies hoe het gaat. Nee. Waar moeten wij heen? Ja, hier naar achter. Ja, kom maar. Daar is ze, in de palmapjamer die is verhuisd. Hey! Hi! Hoi Joeke! Dat is een verrassing, hè? Ja. Hoi, ik ben Daan. Ik ben Joeke. Ik ben van betreden op eigen risico. Wat ga je straks doen? Naar school. Dat denk ik niet. Nou, Madelief heeft een ontzettend vette verrassing voor je. Maar voordat ze gaat vertellen wat die verrassing is, zouden we graag heel eventjes je kamer willen zien. Oké. Kom maar mee. Ja, mag dat? Ja. Oh ja, kijk. Dit klopt wel met wat Madelief heeft verteld. Wat voor bang is dit? Panda bang. Oké, nee, dan heb ik het goed gezien. Ik denk dat we goed zitten, toch Madelief? Ja. Madelief die heeft een hele vette verrassing voor je. Ik zou zeggen, vertel het maar Madelief. Nou, je hebt me vorig jaar natuurlijk al meegemaakt met je hersenbloeding. We hebben nu geregeld dat we voor openingstijd bij het verblijf van de panda's mogen zijn. En misschien mogen ook de verzorgers van de panda's interviewen. Cool. Een exclusief bezoek in het dierenpark Renen. Dat is echt vet. En je mag alle vragen die je over panda's hebt, die kun je stellen aan de verzorgster. Hoe vind je dat Madelief dat voor jou geregeld heeft? Echt heel erg bedankt. Ah. Oh. Nou, dan gaan we. Hebben we er zin in? Ja. Mooi zo. Doei. Doei. Doeg. Doei. Nou, het is natuurlijk nog gesloten, dus we moeten even kijken hoe we dit... hij is gewoon open hoor. Okay. Ik zie al bamboetje. Ik kom nog helemaal mee. Hier, reuzenpanda.
Hallo? Hallo? Is er iemand? Ah, kijk. Hallo. 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 Welkom jongens in Palazzo. Hebben jullie ooit wel eens een panda in het echt gezien? Nee. Nee. Nog nooit? Dat wordt wel heel spannend. Ja. Als het goed is, zit zij nu daar aan die kant. Dus dan gaan we eerst even naar haar. Ja, daar is ze. Ze zit al voor jullie klaar. Zie je dat? Volgens mij vindt ze het wel lekker. Kijk, ze gaat er even goed voor zitten. En dan kunnen ze lekker eten. Lekker voor liggen. En wat gaat er dan gebeuren als ze niet goed eten of zo? Nou, dan gaan we bijvoorbeeld andere bamboesoorten uitproberen. Zou ze nou bewust hier gaan liggen omdat Juke hier staat? Ja, wie weet. Ja, daar komt ie. Hij loopt snel hoor. Ja. Heel leuk. Even wachten tot hij kijkt hoor. Thanks. Hey. Wat een cool game. Ja. Hey Juke. Ja. Wat vind je er nou van dat jouw vriendin Madelief dit voor je geregeld heeft? Echt heel erg lief. Ja? Ja. Echt heel erg lief. Echt heel erg bedankt. Cool dit, hè? Ja. Nou, dit was alweer 2 weken geleden. Ja. En jullie zien het nu voor het eerst terug. Hoe vonden jullie het om terug te zien? Leuk. Ja? Ja, het is heel mooi geworden. Mooi zo. Hey, en we zagen het in het filmpje al even, Juke. Jij hebt dus ruim 1 jaar geleden een hersenbloeding gehad. Ja. Hoe gaat het nu met je? Het gaat nu echt supergoed. Ik had kans dat ik zou overlijden, maar dat is niet gebeurd. Nou, daar zijn we allemaal heel blij om, toch? En toch blij dat jullie elkaar zo hebben deze dag hebben beleefd met elkaar, toch? Ja. Nou, mooi. Nog even een applausje voor Madelief en Juke. Wil jij meer zien van Betreden op Eigen Risico? Klik dan even hier voor nog meer challenges. Ja, en hier voor nog meer bucketlist wensen die we in vervulling laten gaan. En ben je nou nog niet uitgeklikt? Klik dan even op abonneren. Dat kan hier. Maar, dat kan ook hier trouwens. En reageer anders ook even. Dat kan hier. Nee, ja, dat is hier. Snap je het nog? Ja. Later. Succes.